We hebben nog 3 minuten voor Cardi. Hallo, test, test. Goedemiddag beste kijkers en welkom in de grote zaal van de Verkadefabriek. Welkom bij het laatste optreden van Jazz in Duketown editie 2021. U heeft dit jaar alle concerten via een livestream kunnen volgen. Dit is het gevolg van de inzet van heel veel mensen en een strakke organisatie. We zijn blij dat wij dit voor u hebben mogelijk kunnen maken in deze toch bijzondere tijden. Graag wijs ik erop als u genoten heeft van de muziek. Zoals ik aangaf, normaal gesproken zijn we met vele vrijwilligers in de stad om u even aan te tikken voor een vrijwillige bijdrage. Dat kunt u nu doen via onze website. U kunt ook vrienden worden van Jazz in Duketown. De clubzaal biedt ook de mogelijkheid naast de livestream om in te loggen via Zoom. Dus doet u dat vooral. Artiesten die bij ons optreden in ons festival zijn altijd heel erg enthousiast over u als publiek. Dus laat u vooral horen, zien, zwaaien wat u wil. Maar u bent deelgenoot van een mooi concert wat zo gaat beginnen. Beste kijkers thuis, het afsluitende optreden van Jazz in Duketown 2021 staat op het punt te beginnen. Achter mij staat voor u klaar Nukul Collective. Nukul Collective is al ruim 30 jaar actief en was de eerste band die de oversteek maakte naar de grotere popzalen en popfestivals. Inmiddels wordt het collectief omarmd door een breed publiek in binnen- en buitenland.
En hebben zij gewerkt met artiesten zoals Matt Bienko, Typhoon en ook Guus Meeuwers. En energie en enthousiasme heeft New Cool Collective nooit ingeboet. Jazz, funk, soul en Latin zijn nog immer de basisingrediënten voor hun muziek. Het is verwelzwaardig dat binnenkort een nieuw album komt van New Cool Collective. Houdt u dat in de gaten. Maar nu, tijdens Jazz in Duketown, komt New Cool Collective met een bijzonder project. In een intieme setting, hier achter mij, tovert New Cool Collective de grote zaal van de Verkadefabriek om tot een zogenaamde speakeasy. Het begrip speakeasy is ontstaan tijdens de drooglegging in de Verenigde Staten van 1920 tot 1933. Met het verbod op verkoop en productie van alcohol verschenen er langzaam maar zeker diverse geheime bars waar de mensen toch samenkwamen. New Cool Collective zal in een speciaal repertoire spelen om het gevoel van de clubs van toen te herleven. Dames en heren, we leven nu ook in de 20s van deze eeuw, maar New Cool Collective brengt u terug in de sferen van de Roaring 20s van de vorige eeuw. Graag uw aandacht en groot applaus voor New Cool Collective. Thank you.
Dank jullie wel. Even kijken, is me niet helemaal duidelijk welke camera ik in moet kijken. Ja, ja. Dat lieve meisje zwaait naar me. Achter de camera. Leuk dat jullie allemaal aan het kijken zijn. We zijn New Cool Collective. En we zijn heel blij dat we weer een keertje mogen spelen. Het was voor ons ook een rustig jaar. En de vorige keer ging het festival niet door. We zijn heel blij dat we dit jaar hier kunnen spelen. En heel blij dat iedereen zo zijn best heeft gedaan om het zo goed te organiseren. We zijn allemaal getest. Dat wil ik ook. Ik wil ook, hè, Frank. Ik wil ook niet. Het is lekker, joh. De rest komt straks. In de kleedkamer, jongens. We begonnen met een stuk heet Skint. Daarna speelden we Rumbon. En zoals jullie zien staan er... Ja, er staan wel microfoons op het podium trouwens. Maar dat is omdat jullie anders thuis niks horen. Maar we zijn onversterkt aan het spelen. Dat is de hele opzet van deze serie optredens. Eigenlijk alle optredens die we het afgelopen jaar hebben gedaan. En dat is voor ons heel spannend. We zijn 28 jaar bij elkaar. En dit is iets wat we ontdekt hebben. We kunnen ook heel zachtjes spelen. Echt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. We gaan nu een stuk spelen. Dat gaat over een kikker. Dat komt van onze album Electric Monkey Sessions 2. Van een paar jaar terug. En dit heet La Rana. Thank you.
Dank jullie wel. Ja, Leslie, ik zwaai maar naar Leslie. Dat is Leslie Lopez, dames en heren. Op de bas daar, op de babybase. Hij heeft speciaal voor vanmiddag zijn Ampeg babybase meegenomen. Prachtig ding. En, ja, nou ik toch bezig ben. Dat is Willem Friede, achter de vleugel daar. Geheel onversterkte vleugel. En Frank van Dok op de congas. Frank van Dok. Achter zijn minieme drumstel Joost Kroon. En op percussie Jos de Haas. En hier naast mij op gitaar Rory Ronde. En aan de overkant, normaal gesproken naast mij, maar vandaag tegenover mij, op trompet, flugelhorn en trombone en ventieltrombone, David Rockefeller. Mijn naam is Benjamin Herman. En ik had het nog niet gezegd, maar we zijn heel blij dat jullie kijken. En we hopen dat jullie blijven hangen. We gaan straks wat een paar spannende dingen doen. Best spannende dingen. Maar we gaan eerst verder met de stuk die is afkomstig van het album dat wij... Is dat nou vorig jaar of het jaar daarvoor? Ik ben 2 jaar, ja, ik ben alles... Ik heb de hele jaar in mijn joggingbroek op de bank gezeten. Met Frank. Was wel gezellig. Ja, chippies, glaasje wijn. Maar ja, het is allemaal bijna afgelopen nu, shit. Ja. Maar goed, dit is afkomstig dus van het album Danser, Danser van alweer 2 jaar geleden. En dit is opgedragen aan de Zuid-Afrikaanse trompetist Hugh Masekela. En dit heet Ramapolo.
Dat is door die ronde, nogmaals, door die ronde. Op gitaar! En dan denk je misschien van, ja, wat gaan ze nou weer met die lessenaars doen? Nou, ik kan het niet uit mijn hoofd spelen. Daar komt het op neer. Maar het is een heel oud stuk van Duke Ellington. En die hebben we voor deze gelegenheid op het repertoire gezet. Omdat we dus ineens bleken zachtjes te kunnen spelen. En dit stuk is... ja, dit staat of valt bij de volume. En het is een beetje een feature voor de hele band. En dit heet Bakief. Bakief.
Ja hoor. En ontzettend leuk stuk om te spelen en nieuw op ons repertoire. Speciaal voor deze zachte editie van New Cool Collective. Zonder versterkers, een paar kleine versterkertjes. Staan heel zacht. En zonder elektrische piano. En zonder David nu eventjes, want die loopt weg. Dat komt omdat we nu een stuk gaan spelen. Het is een beetje een saxofoon novelty. En het is bekend geworden, ja, met name door Mike Hammer, zijn detective serie. En een van mijn grote helden, Earl Bostick, die het speelde. Ja, Earl Bostick. Ja, check die maar eens even. En volgens mij kent iedereen het. Dit heet Harlem Nocturne. Thank you.
Ongeveer zoiets. Altijd doodeng om te spelen. Vooral als je een jaar op de bank hebt gezeten. Met Frank. We gaan door met een stuk waarin onder meer de zo eerder genoemde Leslie Lopez een rolletje heeft op zijn Ampeg Baby Bass. We zijn echt zo blij dat je dat ding meeneemt. Neem hem voortaan altijd mee. Van 1961 is het ding. En ook een rol voor David Rockefeller. En voor iemand meer aan de piano dan Willem Frieden, dames en heren. Willem Frieden.
Dat was In Like Flynn. En we gaan eentje doen. Die is, je hebt eigenlijk vernoemd naar een jazzdrummer. Jazz in Duketown is het, hè? Ja, daarom. We gaan een stukje muziek spelen. Dat is geïnspireerd op een drumpartij van Max Roach. Bij het trio van Bud Powell. En voor degenen die dat kennen, Poco Loco. Die zullen misschien de koebel patroon herkennen bij Joost. Dat is een koebel. En dit stuk heet simpelweg Max. Thank you.
Joost Kroon. Joost Kroon, achter de drums. Ja, jullie staan hier allemaal op groot scherm, maar ja, ik moet daarin praten. Maar leuk dat jullie allemaal kijken. Nogmaals, heel fijn dat jullie allemaal kijken. We hebben zoals gezegd, net als veel collega's van ons, vrij rustig jaar gehad. We kunnen niet wachten om weer te gaan spelen. We zijn op het ogenblik bezig met een nieuw album. Die komt in november uit. En dan gaan we een hele tour doen. Binnenkort start de kaartverkoop. Weet ik eigenlijk niet. Start binnenkort de kaartverkoop? Ik lul maar wat. Er staan iets van 30 concerten in het hele land. Vast ook in Den Bosch en omgeving. Kom alsjeblieft kijken. En ja, voor de rest vermaken we ons wel een beetje. We zien af en toe wat mensen en er komen wat camera's aan te pas. En we zoeken elkaar een beetje op. En we hopen dat iedereen zo snel mogelijk een jazz-injectie krijgt. En dat we elkaar allemaal kunnen zien, want we missen jullie vreselijk, dames en heren. Het is allemaal hartstikke leuk en we zijn nogmaals ontzettend blij dat hier allemaal camera's staan, dat we mogen spelen. Maar we kunnen niet wachten tot we jullie gewoon, zeg maar, live kunnen zien. Dus, bij deze willen wij graag iedereen hier bij Jazz in Duketown gigantische veer in een reet steken voor het organiseren van dit festival. Alle cameramensen hier, alle organisatoren, alle boekers. Wij willen Frans Wayon, onze geluidsman. Hoe klinkt het thuis? Oké, heel goed. Okay. Ja, oh, duim omhoog, ja. Dus duim omhoog als het een beetje goed klinkt. Frans leuk. Niet iedereen hoor, Frans. Niet iedereen. Er zijn een paar mensen. Oh nee, die is toch wel. Maar je vrouw niet hoor, die naast je zit. Ja, nu wel. Ja, ja. Dat waren ze allemaal, geloof ik, Frans. Dankjewel, Frans Wayon. Want hij gaat altijd met ons mee. En ja, binnenkort zit hij weer aan ons vast. Nogmaals, Willem Frieden. Leslie Lopez. Frank van Dok. David Rockefeller. Joost Kroon. Jos de Haas. Zo lang hebben we elkaar niet gezien. En Rory Ronde op gitaar. Mijn naam is Benjamin Herman. Dank jullie wel voor het kijken. We gaan nog één stuk spelen. Die is opgedragen aan onze goede vriend uit Dakar, Senegal. Die wij een aantal jaar geleden hebben ontmoet. Toen we op reis waren in donker Afrika. En hij was aan het spelen met Orchestra Baobab. Een legendarische orkest uit Senegal. En die man was zo ontzettend aardig. We hebben een liedje naar hem genoemd. En later hebben we hem naar Nederland gehaald. En hebben we een heel album met hem opgenomen. Met de hele big band. En daarvoor hebben we een versie opgenomen met z'n achten. Die gaat richting de... Nee, die is net 5 miljoen. Ja, dat is op zich voor hip-hop begrippen niet zoveel. Maar voor een jazzbandje is dat onwijs veel. We zijn ontzettend blij. Ga het anders checken op Spotify. Daar hebben we er weer eentje bij. Dit is opgedragen dus aan de saxofonist van Orchestra Baobab. En zijn naam is Tjerno Kwate en dit is Tjerno. Dank jullie wel voor het kijken en hopelijk tot heel snel.
Ja, beste kijkers thuis, graag nog een groot applaus voor New Cool Collective. Wat een geweldige afsluiting van Jazz in Duketown 2021, de online editie. Dank voor jullie optreden en dank voor de complimenten naar de organisatie. Graag bedank ik u voor uw virtuele aanwezigheid in de afgelopen dagen en ook u voor uw steun. Wij kijken terug op een geslaagde editie van Jazz in Duketown 2021. Graag zien we u volgend jaar terug in goede gezondheid en als vanouds in de Bossen binnenstad. Een fijne avond toegewenst, hartelijk dank en tot volgend jaar.